Welkom dames en heren bij deze spooky horror game. Het heet ook spooky game en dan iets met House of Jumpscares. Ik ben heel benieuwd, ik weet niet wat het in moet houden. Wow, spooky houses of jumpscares. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Nieuw game, continue. We moeten een nieuw game toch doen. WASD arrow keys kunnen we mee bewegen. Activate, space, shift, use weapon, left click. Het ziet er allemaal duidelijk uit. Oké, we zitten hier in de game. I am Spooky. Hallo Spooky. Dat ziet er aardig uit, dat beestje. Hallo. And this is my home. Dit is mijn huis. Duizend kamers? Oké. We gaan beginnen. Eerste kamer. Room 1. Nou, dit is nogal redelijk. Dit gaat goed, toch? Room 3. We zitten al bij room 3. Oh, dit gaat heel snel. We bewegen ons door een soort kasteel. Het zijn kamers. Oh, we kunnen twee kanten op hier. Oh, oké. Ik ging gelijk goed. Hallo. Gevangenis of zo. Room 5. Lopen, lopen, lopen. En we komen bij de volgende kamer. Dat is een grote kamer, dit. Wat is dit? Een mooie painting op de muur. Prachtig. Geschilderd met de hand zo. We gaan het gewoon maar erop gooien. Eén stoel. Twee stoelen. Is dit de stoelendans hier of zo? Ik weet het niet. Room 7. Oh, die wordt wel wat duister hier. Oh, dat ziet er wel creepy uit. Wat is daar? Oh, een soort van... Wat is het? Een kaarsje. Oh, een kaarsje brandt daar. Nou, die brandde eigenlijk niet. Maar dat deden de torches wel. En oh, weer zo'n prachtig schilderij. We gaan naar room 9. Nou, dit gaat redelijk goed zo, denk ik. Hè? Oh, hebben we meer kramendeuren? Ik pak de laatste. Maakt het niet uit, room 10? Oké, maakt het niet uit welke kamer we benamen. Met shift kunnen we dus rennen. Waarom zouden we moeten rennen eigenlijk? En waarom moet je linker muisknop gebeuren? Oh, weer stoeletjes. Stoelendans. Oké. We gaan door. Oh, en wat is hier achter? Ik kan ook helemaal niet springen in het spel of zo. Het is gewoon random. Room 14. Ah, dat zijn wel kleine kamertjes. Room 15. Room 16, tellen jullie mee tot de 1000? Room 17. Kamer 17. Oh, dit gaat wel lekker dit, joh. 18. 19. Room 24. Wat zal hier gebeuren dan? Helemaal niks. Het zijn gewoon lege kamers. Compleet lege kamers met weet ik veel torches en deuren en niet eens een raam erin. Het zijn gewoon lange... Och, fuck jou. Oké, ik hoop niet dat dat de hele tijd gaat gebeuren. Oh, god. Fuck off. Oh, wat een rotgeluid, jongens. Oké, dit hoeft niet elke keer te gebeuren, hè? Dat hoop ik niet. Och. Goed zo, kijk, zo gaat hij goed. Ik ga dus door deze, voor de gekkigheid. We gaan gewoon eens naar links. Ik kan altijd zeggen... Als dit niet goed ging, dat het ging goed, voortaan gaan we gewoon links, ja? Ik denk dat het goed ging. Als het nou niet goed ging, dan had ik zoiets van... Dan had ik naar de rechterkant gaan of naar voren of zo. En ja, dan wel lege kamers. We gaan door deur 38. Dit is best wel een grote game op deze manier, denk ik. Hè? 1000 kamers? Wat is hier? Een stoel, een tafel en een stoel. Nou, lekker verdeeld. Vingerverf! Oké, een deur, een deur, een deur. En we gaan door deze deur. Haha, jullie dachten dat ik naar links ging. En ik doe een keer de rechterkant. Ik weet dat ik dat niet had moeten doen en altijd bij links moet blijven. Maar ik denk dat dit ook wel goed komt. Waarom hoor ik enge geluiden? Ik vertrouw het niet. Er moet gewoon iets gebeuren, denk ik. Ik denk niet dat de game zo is ingedeeld dat je kamers binnen gaat. Oh, we hebben iets bereikt. Ja, een kruis. Hallo, kruis. We hebben het spel opgeslagen. Yes! We gaan naar beneden. Dieper de kamer in. Ik ben heel benieuwd, want dit is best wel een grote game, joh. Gaan we hier doorheen? Yes. Oh. Beetje Resident Evil idee krijg ik nu. Ken je het nog? Met die deuren. Room 51. Oh. Oh. Oh, fuck off. Oh, ik mag niet schrikken. Ik mag ook niet schelden. Ik ga me inhouden, ja? Ik ga gewoon proberen als ik schrik. Ik ga gewoon proberen niks te zeggen, ja? Oké, er gebeurt helemaal niks. Dit zijn gewoon prachtige... Oh, stoelendans! Stoelboefje. Allemaal stoelboefjes. En dan zie ik het wel. Oh, bloed? Wat? Waarom ligt hier bloed? Of is het bloed? Het is modder. Het is gel. Het is, ik weet het niet. Vies. Het is groen. Het is blubberig. Oh. Misschien moet ik eerst om me heen kijken.
Oh, een noot. Wat? Oeh, dit is het! Wat is het? Wat is het? Wat is het? Jongens, helpen, helpen, helpen. Ik hou er niet van als ik hier achteraan zit. Daar hou ik niet van. Daar hou ik niet van. Oké, okay, rennen, 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 rennen. Wat is het? Wat is het eigenlijk? Wat is het? Het is een beest! Oké. Okay. Niet achterom kijken. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Je laat je stoppen door het groen. Het groen maar vermindert je. Het groen vermindert je. Waar zit het? Loop door! Het zit achter me aan. Wat is het? Wat is het? Ik kan het niet goed zien. Het is een groen monster. Waarom loop ik niet? Ik loop langzaam. Hé? Waarom loop ik langzaam? Oh, die muziek is echt niet goed voor je. Wat ben jij? Ah! Oké. Uitkijk, uitkijk. Het komt dadelijk op af. Waar is het? Oh, daar is het. Ik ben veilig. Ja. Rustig aan, mensen. Rustig aan. Het komt niet, toch? Nee. Oké. We zijn er vanaf. Waarom gaat die muziek dan door als ik het denk... Het komt niet, toch? Nee? Oké. Prima. Ik ben niet bang meer. Oké. Rustig. Ik ben gekalmeerd. Ja. Oké. Prima. Rustig aan. Muziek is gewoon om je bang te maken. De muziek is gewoon... Ja. Hoort er gewoon bij. Hè? Zoals ieder spel een muziekje heeft. Heeft dit ook een muziekje. En we zijn inmiddels bij Room 72. Er komt echt niks. Nee, er komt niks meer. Ik ben gelukkig. Ik ben heel gelukkig. Kijk, ik kijk ook achterom, maar ik zie niks. Want er gaat ook niks gebeuren. Kijk maar. Zie je het? Helemaal niks. Nee hoor. Bam. Die muziek moet echt zijn mond houden. We zijn bij Room 75. Zo. Prima, er is helemaal niks. Klopt. Ik ben ook veel te snel natuurlijk met mijn sportschoentjes. Ik heb nieuwe sportschoenen. Oeh, daar komt ie! Ik kom nog steeds op de baan. Ik wil het niet. Locked? Nee. Hij komt nu hier naartoe. Locked, kom op. Och, gelukkig, hij was niet locked. Volgende keer moet ik niet een fout maken daarin. Als ik een fout maak daarin, dan gaat het niet goed. Oké, ik ben maar Room 80. Het gaat nu wel weer goed. Ik ben wel weer gekalmeerd, denk ik. Ja. Oké, okay, het gaat goed. Gaan we doorlopen? Ik ga gewoon eens naar links hier. Oh, wat leuk zeg. Lopen we dood? Ja, fantastisch. Nou, hè? Zo kunnen we ook een spel maken, hoor. Ja hoor, laat me gewoon doodlopen. Gewoon doen. Oh, je hoort geluidje. Ja? Nee! Yes! Yes! Deze puzzels zijn heel erg vervelend, merk ik nu al. Wat is dit? Een hersending. Hallo hersen. En een machinekamer. Kan ik hier wat mee doen? Kan ik die hersens niet pakken of dit kapot maken of zo? Nee. Ik hoef helemaal niks te doen hier. Dan gaan we gewoon verder. Dan maar zonder hersenen. Ik denk dat dit spel ook sowieso zonder hersenen moet spelen. Welke kant moet er nou opgaan? Daar? Ja. Och, ik ben gered. Room 90. Gelukkig. Oh, dan vind ik de fijnere kamers die. Die zijn tenminste relaxed. Gevangenis 92. Oh, ja, tafeltje mooi zo. Goed zo. Dit gaat lekker. Ik hoef niet meer... Oh, hou op. Ik wil niet meer. 95. Ah. 97. We zitten... Ja, ik schrik niet meer van jou. Jij bent vrolijk. Bijna bij de room. Bijna bij 100. En dan ga ik de video afsluiten. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer kijkt. Waarom kan ik het spel niet opslaan? Oh, eindelijk. Mensen, als jullie dit meer willen zien, laat het weten. En dan gaan we verder met de volgende kamers. Tot de volgende video. Of misschien wel nooit meer. Bedankt voor het kijken. Doei doei.